Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? En met mij wel. Morgen heb ik een vrije dag. Heerlijk. De hele zaterdag vrij. En zondagochtend. En dan zondagmiddag moet ik weer heel even werken. Dan moet ik door Klarendal heen. Ik ben beurtconciërge daar. Dat is zo'n probleemwijk. En zondag loop ik een ronde. Omdat die Turken, die flikkeren hun grof vuil bij de containers. Ja, dat hoor je dan zo, hè. Ik heb ze er nog nooit op betrapt, hoor. En ja, van de Klarendallers die daadwerkelijk zelf meehelpen om de rotzooi van een ander op te ruimen. En daar zit een Turk tussen. Thuis, de Turken hebben ook goede kanten. Hie? En geloof me dan maar dat... ik denk de originele Klarendallers dat die... Nee, die zullen dat niet doen. Die kennen elkaar toch goed. De sociale controle is heel hoog. En iedereen weet alles van elkaar. Het gaat om een gemeenschap van 5000 mensen. Ja, dan kent op een dag iedereen iedereen. Ja, dan komen die mensen van buiten komen erin. En dan wordt het anders. Dus dan loop ik zondag de ronde door sector A en een stukje van sector B. We hebben 3 sectoren om te checken. En sector C, die hebben we er recentelijk bij gekregen. Die gaan we volgende week eens even uitpluizen. En dan pak ik die voortaan ook mee. Ah, je moet de hotspots hebben. En dan doe ik dat op zondag. Want dan is in het weekend wordt er gedumpt. En als een maandagochtend die vrolijke jongens op de gemeentewerf daar een beetje voor de gratis koffie. En dan komen ze er naartoe natuurlijk. Ze willen allemaal gratis koffie en een beetje lekker in een autootje rijden. En dan net als ik een beetje in de buitenlucht en zo met je handje omhoog. Van, hey, Gerard, wat je... That ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. Maar dat is om 7 's morgens gelijk al als ze binnenkomen. Oei, een beetje Klarendal. En dan gelijk 10 issues neerleggen. 10, 15 issues. En als we dat gelijk weten, om 7 uur morgens, dat is handig. Ja, je kan ook wel maandag gaan lopen. Maandag ga je lopen. En dan wandeling, dat kost je rustig 1,5 uur. Zeker als je wordt aangehouden van... Oh, u bent de buurtconciërge. Ja, ik wou ook niet even zeggen, want dit nat. Of mensen die gewoon weg een praatje willen maken. Ja, maar dan moet je al die meldingen nog invoeren. Dat kost je ook nog een keer een uur. Ja, en dan weten die jongens dat pas aan het begin van de middag. Weet je, of einde van de ochtend. Maar ja, dan is de eerste is al weg. Naar buiten toe met karretje. En dan zeg maar, tijdens de lunch moeten we nog even... Ja, nee, we hebben nog een melding. Dat gaat natuurlijk niet. Het is 7 uur 's morgens, die jongens gelijk. Okidokie. Tutututututu. Aanval u. Ja, dat zijn mannen. Ik heb ook een keer een melding gemaakt. Van iets wat een, dat heet dan een bijplaatsing of een naastplaatsing. Ik dacht, een bijplaatsing was het. En die. En die vent. En die moet dat dan opruimen. Hè? Ik meld het. En hij moet met zijn collega in actie komen. En hij werkt dan voor de gemeente. Maar zijn werkgever is een aannemer. Die aannemer heeft een contract met de gemeente. En hij werkt voor die aannemer. En dan zei hij. Meen je nou echt? Dat ik hiervoor langs moet komen met mijn karretje.
En ik herkende die foto. En ik dacht... Ik stamelde nog zoiets van... Ja, het paste er niet in. Poef. Dus ik ga dus nu op bol.com... ga ik een mes bestellen. Met zo'n heel gemeen mes. Met zo'n karteldingers deel. Dat je scherp hebt en kartel. En dan krijgen we alles kapot. Dus wij doen ook als buurtconciërge dat er karton bij staat en al die meuken. De mensen hebben daar te lui om hun kartonnen dingetjes in stukjes te scheuren. Oh, wat veel werk, hè? Ja, ik ben werkeloos, man. Ja, dan gaan wij dat maar doen. Dus, daar hoeven die jongens van de aannemer niet voor te komen. Die komen alleen nog maar voor de heavy shit. Ik wil het hebben over alleenstaande moeders. En de belachelijkheid daarvan. Ik ken een vrouw. Een getuige Lamet. Ik ken haar al heel lang. Ik heb haar nooit gezien. Dus ik heb jeugdfoto's van haar gezien toen ze een jaar of 18 was. Nou. Ze is een paar jaar ouder dan ik. 4 jaar ouder, 6 jaar ouder, zoiets. En ze heeft een man. In... Ik had een keer een uitzending gemaakt over het verschil tussen mannen en vrouwen. En het feit dat een man, die heeft gereedschap. En dat gereedschap, dat is ingedeeld. Dat is geordend. Daar hoort een verhaal bij. En elk ding is bewust aangeschaft. En sommige dingen, ja, nou, die zijn er nog. Maar die zitten op de schopstoel. Want daar wil je eigenlijk een nieuwe voor. Maar het doet het nog. Dus die gooien we nog niet weg. En we zijn al aan het nadenken over hoe we dat ding gaan vervangen. Alles op zijn tijd. Dat is een man. Ik kan mijzelf als voorbeeld nemen. En ik vind het leuk om te klussen. En daar heb ik plezier in. En ik heb ook van mijn... Ik verdien helemaal niet zoveel. En ik kan sparen. En ik kan kopen wat ik wil. Bij bol.com. En bijvoorbeeld dat mes om voor mijn werk dat karton eventjes... Dan kopen die lui, die kopen van die hele brede tv's, helemaal leuk. En ik zeg, ja, maar dat past niet in de container. Nou, dan zetten we het er maar neer. Maar dan komt er Perry de Magier. En die heeft iets heel bijzonders. Dat is een tovermes. En dan ga ik met mijn tovermes... Dan ga ik eventjes de boel... En dat wordt gezien... Van achter de ramen. Kijk, dat is een binnenkomer. Kijk, zo is een man. Een man snapt dat het aan de ene kant belachelijk is... dat mensen zo'n hele grote kartonnen doos... met al de plastic er nog in... en misschien al die meuk. Polystyrene of zo, hè, dat spul... Ongelooflijk vervelend spul als dat op straat komt, jongen. Oh. Daar heb je echt maanden last van. Dat je overal van die witte bolletjes ziet. Die gaan lekker tussen de begroeiende liggen. De boomspiegels. Ja, zie je dat namens tussenuit te krijgen. En dan sta ik die dingen te zagen... En dan zie ik mensen naar mij kijken.
van achter hun ramen. Wat is die aan het doen? Nou, ik kan het wel. En dat mes wat ik heb, ik krijg €30 onkostenvergoeding. Dus kosten die mijn kosten niet zijn, die zijn eigenlijk van mijn werkgever. Daar krijg ik 3 tientjes in de maand voor. Maar ja, ik doe ook al het printwerk en daar mag de gemeente mij ook wel een dubbeltje per printje voor betalen. En dat wordt nog even afrekenen. Ja, voor niks gaat de zon op. Hè. Maar dat komt wel. Hey, ik ben een man. Ik weet het dat weer mijn dochter. Ja, en dat is natuurlijk een vrouw. Nee, ik vind het belangrijk dat je als mens, dat je je verdiept in creativiteit. Ik vind dat een onderdeel van de opvoeding. Dat je de creativiteit, dat je als opvoeder erop toeziet dat de leerling creatief bezig gaat. Nou, mijn dochter die had dingen met fotografie en met tekenen en met schilderen. Dus het creëren van een beeld. En ik had voor haar een plek gevonden om het licht te gaan doen op een locatie waar vrijwel elke week en soms 2 keer per week een band. Heavy metal, reggae, fusion, zeg het maar. En dan mag je licht doen. Een kleine theaterzaal. En ik heb daar ook gewerkt. Ja, tussen aanhalingstekens. Ik heb die lichttafel gezien. Ja, je zegt het is oude meuk of weet je wel wat. Het werkt allemaal prima. Je moet gewoon niet zo zeuren. En goede filters. Best leuke spots. Eitjes hangen daar. En paar blazers. Maar dan heb je eitjes, heb je paar blazers. En dan maak je er wat leuks van. Dan creëer je een beeld. En ik ving dus op dat die club, ja, dat draait voornamelijk op vrijwilligers. En ja, vrijwel niemand kon dat. Ja, een beetje geluid doen voor de beentjes. Ja, meestal heeft een band een eigen geluidsman. Of een geluidsmens. Een eigen geluidsmens. Maar een lichtpersoon hebben ze niet, hè? Dus ik bel heel enthousiast mijn dochter op van nou, je kan er zo in. Er is plek voor jou. En mijn dochter zei toen, ja, maar als het niks betaalt, dan heb ik er geen zin in. En dat creatuur zei een paar jaar later, niet zo heel lang geleden tegen mij, pap. Ik snap niet waarom ze mij pap noemt, maar volgens mij heet ik Perry. Of Per, hè? Voor een familie. Ja, ik noem mijn vader ook altijd, noemde ik ook altijd pa. En daar had ik ook een band mee. Zij niet echt met mij. Of echt niet, kan je ook zeggen. Nou, ze zei tegen mij, pap, het betaalt niet. Dus dan heb ik er geen zin in. Nou, dat is heel dom van haar. Het is het laten lopen van een kans. En dan zei ze tegen mij niet zo lang geleden, dat ze, nou, ze was tot inzicht gekomen en ze zei, nou, ik neem eerst een hond en als dat goed gaat, dan wil ik een kind.
of neem ik een kind? Daar heb ik niks op gezegd. Ik vind het een schandalige opmerking. Die aantoont de stupiditeit van haar. Want zo gaan we niet met mensen om. Een mens heeft, net als een dier, in het begin een omgeving nodig die veilig is. In de veiligheid ga je eventjes groeien. Net zolang dat je groot en sterk genoeg bent. En dan breek je daar het los. En dan ben je op jezelf. Neem een schildpad. Bij de schildpad is het zo, die schildpadden, dat zijn een stelletje geile beesten. En dan gaan ze lekker seks hebben. En dan denkt die ene van, daar ben ik vanaf. Ik ben mijn kwakkie kwijt en die gaat op zoek naar de volgende schildpad die hij kan pakken. En dan die schildpad die de kwak heeft gekregen, die denkt, ja, dat is lekker leuk. Maar wat moet ik ermee? En die zwemt dan naar het strand. En die zoekt een leuke, lekker warm plekje. Die is hartstikke leuk. En die wil me goed. En dan gaan ze een mooi kuiltje graven. En dan... alles eruit. Dan gooit ze alles weer een beetje dicht. En dat het lekker warm wordt en zo. En dan is alles goed. En zo zorgen de schildpadden voor hun kinderen. En mama, als die alles kwijt is, die gaat wel lekker de zee in. En denkt jongens... hebben we nog een beetje zin om te gaan neuken? Ja, leer mij die schildpadden kennen. En die zorgen heel goed voor hun kinderen. Ja, die kinderen krijgen precies de zorg die ze nodig hebben. Dat is alles wat een schildpad nodig heeft. En hetzelfde geldt voor vogels. Giraffes. Dat zijn dan zoogdieren. Nou, als je als giraffe geboren bent, hè, dan staat je moeder, die staat er rechtop. Hè. En als je eruit komt, dan weet je gelijk wat het begrip hoogteverschil is. Want je flikkert dus als je geboren wordt als giraffe. Dan ga je zomaar 2 meter omlaag. Als het geen niet 3 is. Ja, het ligt eraan of je moeder lange benen heeft. Maar het eerste wat er gebeurt, is dat ik kon je eruit. Denk je, wat gebeurt dat? Boing! Ja. Ja, en dan mag je nog even aan de tiet hangen van je moeder. En dan is het de bedoeling dat je net zo groot wordt als je moeder, zodat je die lekkere blaadjes van de bovenkant van de bomen kan eten. Die lekkere kleine groene blaadjes. En dieren zorgen voor hun kinderen. Allemaal. Allemaal naar hun aard. Dus bij het zeepaardje, en er zijn er al meer voorbeelden van, daar is de deal. De man, die zorgt voor de kinderen. Punt. Er is nog een voorbeeld van wat ik laatst zag. Maar meestal is het de vrouw. En bij de ijsbeer, dat is ook zo'n leuk voorbeeld. Dus de ijsberen lopen een beetje zo in camouflage kleding, lopen ze over de Noordpool. En dan denken ze, toch een beetje tijd voor neuken. En dan gaan ze wel lekker boven op elkaar, pom, 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 pom. En die gozer die denkt, wham, bam, thank you, ma'am. En die vrouw die shockt dan, dat doen die ijsberen, zo'n shock, shock, shock. En die shockt dan naar het ijs, wat boven het water zit,
dat die kinderen, dat is echt heel ingewikkeld. Maar dat ijs op de Noordpool, dat groeit aan tijdens de winter. Dat is niet ingewikkeld, hè. Maar als dan de zomer komt, dan gaat het ijs gaat terug. Nou, wat je moet doen, is je moet tijdens de winter, moet je zo dicht mogelijk, nou, niet te dicht, maar je moet een beetje op je vingerspitsen gevoel. Een beetje van, nou, hier is het wel goed. En dan doe je wat van dat stuifsneeuw omhoog. Dan maak je een soort walletje. En dat is dan de home, happy home, sweet home. En daar... En dan maar hopen dat je precies op tijd bent. Zodat het niet te ver lopen is om je kinderen zeehondjes te laten eten. Want als het ijs terug gaat trekken, dan die zeehondjes, die... Die zijn het lekkerste. Maar die kerels, die trekken ze verder niks van aan. Die spuiten die wijven vol. En ja, die wijven zijn oud en verstandig genoeg, hoor. En dan krijgen we nieuwe ijsberen. En bij planten heb je dat niet. Dat hele fenomeen van zorgen voor je kind, dat is niet bij planten. Ik heb het niet gezien, hoor. Nee. En ik heb een hele hoop planten gezien. Dat wel. Maar dat fenomeen heb je bij dieren. En bij mensen is dat moeilijk. Want een mens is pas uitgegroeid als die 28 jaar oud is. En dan, op je 26e, je denkt weer, ik ben ook helemaal niks, ik ben helemaal niet, ik ben helemaal niet goed of zo. Ja, maak je niet zo'n zorgen. Je krijgt nog 2 jaar lang moleculaire aangroei. Gedenk dat verhaal van het, was het ook weer, het lelijke eendje. Ja, je bent nog niet af. En je bent af als je 28 bent. Mooi is het als mensen bij de leeftijd van 14 jaar zelfstandig zijn in de economie. En dat ze kunnen participeren in een team en dat ze mee kunnen doen. En met het 14e jaar. En ook belangrijk is dat ze tot het 14e jaar ja, alleen maar zeggenschap hebben en geen verantwoordelijkheid. Hoor je mij goed? Mensen vanaf het 14e jaar, die mag je verantwoordelijkheid op de schouders leggen. Want je bent al 14 en nou moet je stoppen met zeiken. En voor die tijd hebben de mensen slechts zeggenschap nodig. Dat ze een zegje hebben over hun leven. In plaats van wat alleenstaande moeders doen met hun kinderen. Want alleenstaande moeders geven kinderen geen enkele zeggenschap. Alleen maar verantwoordelijkheid. Dus op mijn werk, ik was op het winkelcentrum en ik was naar binnen gelopen bij de Albert Heijn om de soepies te halen. Dus mijn collega en ik, ja, we krijgen helemaal niks. We willen voor alles, we willen voor zelf zorgen. Dat maakt niet uit, we hebben 3 tientjes. Niet genoeg, maar... Hij kan nog steeds cd's kopen. Van, wat koopt hij allemaal? Is hij nou mee bezig? Oh, de Beatles wil hij nou hebben. Hij zegt zo'n koorknapen vanavond. Ja, ik persoonlijk, ik kan geen muziek meer horen. Van dat kaliber. Ik ga niet meer naar de Beatles luisteren. She loves me, yeah. Yeah, yeah, she loves me, yeah, 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 she loves me, yeah, 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 yeah. Dat gaat over Maria.
Lady Madonna, children at your feet, wondering how you managed to make ends meet. Boom, boom, doo, 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 doo. Nou, dat is allemaal katholieke kutmaken. Ja, sorry, katholieke katmaken. Geen vieze woorden zeggen, Perry. Hoe kwam ik er nou op? Met die poen. We hebben genoeg gehad. We maken het aan. Dus ja, ik haalde even soepjes. En mijn collega, die moest ook nog wat doen. En die zei dan, nou, oké, ga jij de Albert Heijn in? En dan zie ik je wel, het winkelcentrum Klarendal is echt niet heel erg groot, hoor. Maar er zit een Albert Heijn. En dan kom ik naar buiten. En dan staat hij daar met een lid van het kinderwijkteam. En wat ik begrepen heb, dat is een mens van 9 jaar. Een vrouw. Dat maakt geen onderuit natuurlijk. Hè? Het is een mens van 9 jaar. En haar vader is buiten beeld. En wie zijn schuld dat nou is, dat is dat. Ja, het is. Er zijn twee mogelijkheden. Of die moeder heeft die oprechte man het bloed onder de nagels vandaan gehaald. En hij is met een kwaai kop deur uitloop. Als ik even Diets mag spreken. Of zij was de oprechte. En ze was zo stom om zo'n onbetrouwbare klootzak om het daarmee te gaan doen. Dus in beide gevallen, sorry hoor, maar de moeder is de schuldige. Dus ofwel, ze heeft een oprechte man. Een man waar best wat mee aan te vangen was. Waar je eventjes mee moet praten en meer niet. Hè? Maar ze heeft gewoon een oprechte gozer. Gewoon, rot op. Of, zij was oprecht. En zo stom als het achterend van een varken. Om te kiezen voor een klootzak. Een chat. En ik weet dat vrouwen zo denken. Ik weet dat vrouwen van die mannen die niet betrouwbaar zijn, die je rustig in de steek laten. De mannen die gaan voor zichzelf en die kunnen ook ontzettend aandacht geven aan jou. En dan krijg je 100% aandacht. Die denkt, ik ben het helemaal. En vervolgens lopen ze de deur uit. Dan gaan ze op zoek naar een nieuwe. Noem je dat? Slatje. Anyway, ik kom naar buiten. En ik zie haar staan. Dus de kleine meisje. Ze is blond. Ze heeft een keer tijdens een wandeling. Ze zat in het kinderwijkteam. Heeft ze mijn hand gepakt. Mijn linkerhand. Dat duurde 3,5 seconden. Ik voelde die elektra gaan lopen, want ik weet wanneer je mijn hand pakt. Dus ik voel die elektra gaan lopen en mijn linkerarm begint te gloeien. En voordat die gloeiing bij mijn schouder was, toen was die hand in één keer
weg. Ik hoop dat jij begrijpt wat dit betekent. Ik heet Perry. En binnen mijn familie heet ik Per. En op het moment dat je Per gaat zeggen tegen mij, ja, er zijn ook mensen en die noemen mij Pier. Hé, hey, Pier. Hij heeft twee betekenissen. Hè? Was het een worm en een pier, zoals bij IJmuiden. Nou, zij heeft ook zo'n naam. Een naam die je af kan korten. Ook met twee lettergrepen. Dus Perry. Het is Thierry Baudet. En Perry Winkel. Grapje. Een klemtoon. Anyway, je kan ook gewoon zeggen Per. Hey Per. En ja, dat is het binnen mijn familie. Is dat zo? Dan ben ik Per. Dan noemt niemand mij Perry. Echt, mijn tantes noemen mij geen Perry. Waarom? Ik heet toch Per? En bij onze kennismaking zei ze, ik heette Pliep. Maar noem mij maar. Ja, dat was het gelijk al. En even later pakte ze dus mijn hand. Zomaar, hè? Dat kinderwijkteam van vorig jaar, vorig seizoen. Dat is echt heel grappig. Ja, dat was een evaluatie. Nou, de kinderwijkteam, wat het doet, is het vertrek bij de leuke Linde. En we gaan de peuken oprapen van de oude mensen. Die niet weten wat een asbak is. En dat moeten de kinderen dan maar doen. Hè? En dan hadden we een evaluatie. Omdat we de eerste keer gelopen. En toen zei een van die jongens. Nu is ook nog 9 of zo. Wat ik fijn vind, als ik even wat mag zeggen. Dan wil ik graag dat als we klaar zijn met het opruimen van de peuken van die oude mensen die niet weten wat een asbak is. Dat we dan moppen gaan vertellen. Terwijl we de limonade drinken die we zoet verdiend hebben. Dus dan liepen we op een dag terug. Op weg naar de leuke Linde. En ik vertelde een leuke mop. Het is klein, rood, zit in een hoek en het wordt steeds kleiner. Daar moet je even over nadenken. Dat is best makkelijk hoor. Als een baby met een kaasschaaf. En toen ik die mop vertelde, dat was echt geweldig. Er was een ongelukje gebeurd. Dus we waren gesplitst in twee groepen. En ik liep dus met die paar kinderen, twee jongetjes en dat meisje. Alvast naar de leuke Linde. Van, ga jij maar vooruit. Er was er iets, iemand was iets kwijt. Maar die ouders, die zitten ook te wachten op hun kinderen. Dus ja. Kortom, ik moest dus gewoon in twee splitsen. Dus ik met die kids naar de leuke Linde. En dan die mop. En die kinderen allemaal. Met z'n drieën dan. Hè? Helemaal stil. En toen moesten ze heel erg lachen. En toen vertelde zij mij die mop.
Want ik weet er ook een. Het is geel. En als je erop trapt, dan wordt het rood. Ik zou het niet weten. Proost eens een kuiken. Ik zeg, dat is wel een hele... Nou, zei ze, die mop van jou, die zullen we daar eens over gaan hebben. Ik zei, oké. Okay. Toen liepen we door en toen pakte ze mijn hand. En op het winkelcentrum stond ze naast mijn collega. Dat is anachronistisch. Ik ken haar van het kinderwijkteam. En ik ben daar de soep aan het halen met mijn verschrikkelijke collega. Die heeft de schoenmaten 47 of zo. Van die soldatenkistjes aan voor 150 euro. Nou, hij trapte die grotere houtstukken. Grote stukken hout vinden we ook. Maar we weten al lang dat je de grote stukken hout... neem je mijn collega erbij met schoenmaat 47. En die soldatenkistjes van 150 euro. En ram! En die staat dan te praten met dat kleine hummeltje. Dus ik kom naar buiten. Ik zeg, hey, jij hier. Ja, toen hadden we een gesprekje en ze was een beetje bedroefd. En ze stond bij een snoepautomaat. Ze stond te wachten op haar moeder. Die was dus kennelijk de Albert Heijn in. En ze zei, ja. En als mijn moeder naar buiten komt, hè, dan zeg ik tegen haar dat ik hier... En ze raakte met haar hand, of ze had er een klapje op of zo. Ik wil hier een dingetje uit. Ja, alleenstaande moeder. Alleenstaande moeder. Dat is het punt. Dus een... Nou, het is een nieuw fenomeen. Ja, er zijn voldoende... De moeder van mijn moeder... was ook een alleenstaande moeder. Haar man was een klootzak. Een brute man. Een katholiek. Ja, wat heb je nou aan een katholieke vader? Van het soort als de vader van mijn moeder was. Die man, die nam een baan aan in Australië. Daar kon hij geld verdienen. Ja, en naar de hoeren gaan natuurlijk. A man has got to do what a man has got to do. Nou, gewoon money verdienen in Australië. En toen kwam hij thuis. Onaangekondigd. Niet van tevoren gebeld. Geen brief gestuurd. Nee, in ene stond hij in de woonkamer. En mijn oma, van mijn moeders kant, die had net de huiskapper op bezoek. Jacqueline heette ze. En die ken ik. En ze kreeg een permanentje of zo. Nou, hij komt die woonkamer binnen denderen. Dat is allemaal zo'n lekker klein huisje, hè, zoals het betracht voor een arbeider. Hij komt de woonkamer binnen. En ruikt hij natuurlijk al die... Het ruikt verschrikkelijk. Maar ja, zo'n wijfje wil ook wat. En hij vraagt, heb je biefstuk in huis? En zij zegt nee. Waarop hij zei, oh... Nou, dan ga ik naar de kroeg. Doei. Dan was hij een half jaar pleiter geweest. En dan komt meneer even terug. Ja, dat is geen man. Dat doe je niet. Hij is een moederskind. Hij zoekt in een vrouw een soort moeder.
Je moet de mama zijn voor mij. En ik ben kindje, kindje. En als je kindje, kindje nou niet, dan ga ik kindje, kindje naar de groegje, groegje. Dus er zijn heel veel alleenstaande moeders. Heel veel mannen hebben niet het lef om in te snappen. En de leiding te nemen. Ja, maar het is ook heel moeilijk om de leiding te nemen. Ja, voordat je het weet, jaag je mensen tegen jou in het harnas. En krijgen ze een hekel aan je. Ik snap het heel goed voor vrouwen van vrouwen, dat ze denken, ja, maar al die mannen, ze zijn gewoon stelletje kinderen. Ja, moederskindjes. Ja. Ja, zo is dat. Het is voor jou als vrouw ook een taak om niet de vriend te zijn van je man, maar zijn manager. Je moet je man managen. En dat betekent faciliteren. Ik ben momenteel manager van Klarendal. En dat betekent faciliteren. Ik geloof in Klarendal. Ik vind er helemaal niks mis met die buurt. Ja, er zitten Turken. Ja, nou, maak het nou aan, man. Er zitten ook Afghanen. En Syriërs. Er zit van alles. En er gebeurt van alles. En ik en mijn collega, wij managen dat. We hebben altijd tijd. Dat is de kunst van dat management. Ja, de specialist, de man, die heeft geen tijd. Die moet aan de slag. Die moet uren draaien. De manager niet. De manager moet ervoor zorgen dat de uren zo efficiënt en zo maximaal mogelijk en zo optimaal mogelijk worden gedraaid. Dat is de manager. En de man in principe, na zijn fysieke gesteldheid. Ja, in principe moet je hem laten werken. Als je mannen niet laat werken, dan gaan ze sapen. Want dan hebben ze niks te doen. Ja, doe dan maar een biertje. Ja, toch niks te doen. En wat kost bier nou? Of sterke drank, of whatever. En mannen moeten werken. Anders gaan ze bushokjes slopen. Mannen moet je bezighouden. Je moet ze duidelijk maken, want het leven is niet gratis, jongen. En nee, je mag de bouwplaats niet op zonder een helm. Dan ben je helemaal gek geworden, man. Een veiligheidszone. Of houten klompen. Je mag zelf kiezen. Houten klompen zijn bij de B verboden. Maar ik ken een man en die heeft het voor elkaar gekregen. Dus hij kwam op klompen naar zijn werk. En de uitvoerder, dat is dan de toezichthouder van de bouwplaats. Die zei, hey, dat kan niet, dan zijn je geen veiligheidsschoenen. Die vindt... Oh ja, Jochie. Dat zijn het wel. Ik mankeer niks. En nou jij nog. Ik ken ook zo'n verhaal van een man. En die is DJ in zijn vrije tijd. Als hij ergens mag draaien.
En door de week doet hij logistiek voor de een of ander distributiecentrum. In de buurt van Nijmegen, Elst. En daar, de ene dag mag je met de vorkheftruck. En de andere dag mag je bonnen controleren. Ze doen het om en om. Dus heel afwisselend werk. Want als je bonnen controleert, hè, dan komt er zo'n gozer aan met zo'n loeres van een zo'n vrachttruck. Een vrachtwagen. En dan moeten die jokers met de vorkheftrucks, die moeten allemaal die pallets eruit halen. En dan moet het allemaal kloppen. Van, hey, dit is dit, dit is dit. Dit is een pakbon. En dat moet ook allemaal kloppen, dat we precies weten, oh, dat is de pasta en die moet naar vak C13. En... ah, dat is het dan. Dus het voeding, de voeding voor ja, Nijmegen, Arnhem en omstreken, ja, voor 80% komt het onder zijn auspiciën vandaan. En dan in het weekend gaan we lekker DJ'en. Hij kan maar twee stijlen. Een hele beperkte DJ. Hij kan alleen maar reggae en death metal. Of black metal. Of leuke metal. Zeg maar. Satan rules. Zoiets. Oh, dat zijn mannen. En de vrouw die die gozer scoort, hè? Dat wordt een vrolijke weduwe. Die er warmtjes bij zet. Ik ben bang dat als een vrouw zo'n kerel aan de haak slaat, dat ze zich gaat bemoeien met hoe die werkt. En dat moet je als manager niet doen. Ja, de manager van Herman Brood, die, dat was het volgende voorval. Herman Brood, die deed dus ook injecties. Hè? Maar hij wist precies wat erin zat. Of ja, precies, maar zo ongeveer. En dan was die naald, die holle naald, in de prullenmand gevallen. En toen greep die manager in. En die keerde die prullenmand ondersteboven. En die zei, jij blijft lekker zitten. Blijf maar lekker zitten. Of zoiets. Hè? En die keerde die prullenmand om. En huppakee, een naald gevonden. Aan hem aan brood gegeven. Prullenmandje even zo. En aan hem aan brood gevraagd. What is it going to be, boy? Yes or no? Ik ben je manager. Ik ben niet om te zeggen dat je iets andere honky-tonk piano moet gaan doen. Want ik zie kansen en een vioolpartijen erbij. Je niet bemoeien met de mensen op de vloer. En dat is de kunst. Dus jij als vrouw, je moet een man hebben. En in die man moet je geloven. En er gewoon op vertrouwen. En niet veranderen. Snap je? Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dan gaan er dingen fout. En belangrijk is dat je een man kiest die niet zo'n klootzak is als de vader van mijn moeder. Ja, dat ik het even weet. En de man is dood en over de doden niks dan goed zo. Maar zo'n man is niet leuk voor jou. Als vrouw. Maar je gaat niet naar de hoeren.
En daar is hij wel geweest. Ik heb dat niet gehoord hoor, maar dat heeft hij gedaan. Man, 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 man. En dan terug naar die vrouw die ik ken, getuige Lamed. Het is een Hebreeuwse letter. Herderstaf betekent dat. Getuige herderstaf. En die had dat verhaal gehoord van mij over je gereedschap. Als man ben je zuinig op je gereedschap, want je hebt het nodig. En zij heeft via een privébericht, denk ik, of zoiets. Ik heb een foto gezien van de gereedschapskast van haar kerel. Dat is een nummer no-go-go, hè. Dat was in de puinhoop. Ze heeft me ook nog andere dingen verteld. Die... Ja, oh yeah. Ik heb ook die trouwfoto gezien. Dat is wel een mooie man. En zij heeft me ook nog een keer via Facebook privéberichten. En dat ze zo boos was op hem. Hè? Ik kan me dat voorstellen. Ik vind haar een keigoed mokkel. Moet te oud voor mij, man. Maar een keigoed mokkel. En zij werd net zo goed als ik. Je hebt gekozen voor een kerel. En dat is het dan ook. En geen Henky Panky. Oh, 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 daar komt narigheid van. Dus de oprechte vrouwen, en ik beschouw haar als oprecht, tot het tegendeel bewezen is. Wat ik me niet kan voorstellen, dat het ooit gaat komen. Het is ook niet makkelijk, ik weet het. Ja, ik heb in de douches gestaan, hè, bij het... Dat wil je niet meemaken. Gezamenlijk douchen. Ja, ja. En gezamenlijk zeiken over het kutgedrag van vrouwen. Dat is ook zo'n leuke hobby. En op mijn werk. Ja, dat spreken we heel anders over vrouwen. Ik heb geen vrouw in mijn leven. Mijn coördinator heeft geen vrouw in zijn leven. En mijn collega is getrouwd. En ja, er zijn wel andere mannen. Ja, wij weten wel degelijk dat als je Klarendal schoon, heel en veilig wil maken op een duurzame manier, dan heb je mannen nodig. Die de handen uit de mouwen steken en een kartelmes bij zich hebben om die grote kartonnen dozen eventjes... Want anders moeten die... Ja, dat zijn hele aardige mensen, maar die hebben nog meer te doen. Ja, die mensen van de aannemer. Maar die hebben nog meer te doen. Die hebben echt zat te doen.
Dus dat moet je zelf oplossen. En dan moet je de kartonnen dozen van een of andere, nou, zeggen ze dan, Turkse familie. Nou, we kunnen altijd wel die Turken de schuld blijven geven. Eh? Hoe zit het met die mensen uit Eritrea? Dat zijn ook geen lievertjes hoor. Daar heb je mannen voor nodig. En vrouwen die denken dat ze het allemaal zelf kunnen. Zoals mijn bloedeigen. Nou, mijn bloed, nou, dat kan ik nog niet zeggen. Mijn wettige dochter. Ik kan alles zelf wel. Ja, soms. Strong independent woman. Dat bestaat helemaal niet. Vrouwen hebben geen spierkracht in de armen. Punt. En ze hebben geen lef. Mijn dochter die heeft glutenallergie en lactose-intolerantie. Voor alle zekerheid rookt ze geen tabak, want daar krijg je longkanker van. En het stinkt ook zo. En ja, ze heeft ooit geprobeerd met wiet, maar dat is een beetje een stille dood gestorven. Terwijl ik haar daar nog bij wilde helpen. Ga smoken. Smoking, smoking, smoking is goed voor de brain. De wereld valt niet te verbeteren. Dat is het punt. Er zal geen strijd ooit gewonnen worden. Jij zal zo lang mogelijk genieten van het aanzicht van deze wereld. En op het moment dat je je ogen sluit voor die schoonheid. Van, ja, maar ik kan wel zeggen, mooie zonsondergang. Maar Mark Rutte en Hugo de Jonge en Nevik toch de vibra. Mag ik nou een keer uitspreken? Ja, nu ben ik aan het woord. Dat is godslasterlijk. Het is een ontkenning van het algemeen opererende principe. Het principe dit ons veroorzaakt heeft. En het principe dat er zal zijn als wij weg zijn. Als die tijd überhaupt komt. En de empiristen die zeggen dat die tijd komt. De empiristen. De empiristen zeggen dat wij nog 5 miljard jaar hebben. En dan is het bye bye monkey. Dat lijkt mij voldoende tijd om van te genieten. Christus Jezus heeft gezegd, er komt een tijd dat vrouwen met een nieuw mens in hun buik, het nieuwe botten, ieder mens heeft botten, maar je kan ook botten in je buik hebben. Hè? Dat kunnen alleen maar vrouwen hebben. Mannen kennen dat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, wij eten, nee, dat kan niet. Bij vrouwen kunnen botten gaan groeien in de buik. Die botten. Dat is een mens. Christus Jezus heeft gezegd, er komt een tijd dat vrouwen met botten in hun buik veracht en geschuwd zullen worden. En ik zeg je, als mijn dochter in haar oppervlakkige
aanwezigheid in de ronde gaat lopen met een hond in haar buik. Ja, lange neus. Eigen lichaam, eigen keus. Doei. Je wilt stom wijzen? Ga maar stom zijn. Dat is niet mijn probleem. Dat was het ooit wel. Dat ik me daar zorgen over maakte. Van, dit gaat niet meer. Maar nu niet meer. You wanna play stupid? Wie ben ik? Om het je te verbieden. Ik ben hier om de boel op te ruimen. En nee, ik kan niet in mijn eentje heel Klarendal schoon gaan maken. Ik kan ook niet in mijn eentje al die kinderen van al die alleenstaande moeders tot mij nemen. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Toch verzoek ik, is het mijn wens, dat heel Klarendal schoon wordt. En dat al die kinderen van al die alleenstaande moeders gered worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je moet niet zeuren, je moet werken. Ja, maar Mark Rutte, die werkt ook niet. Nee, ja, die werkt niet. Nou, dat klopt. Ja, dan hoef ik het ook niet. Nou, daar heb ik een klein probleem mee. Als je het niet erg vindt. Hé, hey, we zitten lekker... Dit is geen niet eens een college, man. Het is al een uur, snap je? Ik moet echt gaan stoppen. Maar je zat ademloos te luisteren, of niet? Goed zo. Er komt er nog wel meer. En geloof mij dat ik van je hou. Met je dikke buik en je ingegroeide teennagel. Ik zeg niet dat ik het heb, maar ik wil je geen problemen aanpraten. Hey, dag lievers, hou toch op.